vind het heel belangrijk om muziek te brengen naar mensen die niet naar de concert zouden kunnen komen. Mensen die het misschien wel een beetje extra nodig hebben, omdat ze extra kwetsbaar zijn of in een moeilijke periode zitten. Always next to me. Ik sta te wachten op een operatie, want ik heb een tumor aan mijn enkel. En dat, ja, daar ben ik zo over te boven van. En nou, door dit soort muziek ga je dus je eigen heel anders voelen. De geboren Harderwijkse weet uit eigen ervaring wat het betekent als het tegenzit in het leven. Ik ben zelf dakloos geweest toen ik 14 was. En toen ben ik weer heel erg geholpen door de daklozen. Die hebben mij toen echt heel veel steun gegeven en opgevangen. Dus ik voel zo'n loyaliteit, zo'n dankbaarheid naar hen, dat ik dat gewoon voor hen wil spelen. Het concert is georganiseerd door NEC Doelbewust. De maatschappelijke stichting van de Nijmeegse Eredivisie Club bestaat dit jaar 10 jaar en viert dat met de Week van Maatschappelijk. En we vonden het mooi om dat vanavond te vieren. En dan niet alleen met champagne en caviar, alleen met onze businessclubleden, maar juist de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Vanaf oktober is Iris weer overal in de theaters te zien. Maar vanavond wil ze met haar muziek deze mensen troost bieden. Ik hoop dat ze even kunnen ontsnappen aan de moeilijke situatie waar ze in zitten.